Yvonne is initiatiefneemster van een kerstactie voor arme oudere kinderen. Het valt erop dat deze groep er met de feestdagen er bekaaid van afkomt. Ze heeft het CMW bereid gevonden om de actie te ondersteunen. Ik heb dus een, een X-bedrag al opgehaald, wat we dus kunnen spenderen. Maar we hadden dus de speelgoedactie ertussen gekregen. Toen dacht ik van: waarom zouden we niet voor de oudere kinderen kunnen doen? En dan, daarom hebben we dus nu tussen de 12 en de 18 willen we dan kijken dat die een verlanglijstje maken en dat die dus een, ook een cadeautje kunnen krijgen. Want de kleine kinderen krijgen heel vaak toch met Sinterklaas en zo door allerlei goede doelen toch speelgoed. En nu willen we dus proberen om die oudere kinderen ook een cadeautje te geven. We hebben natuurlijk inderdaad contact met gezinnen uh, waar het financieel maar niet zo eenvoudig ligt. Um, en om te voorkomen dat wij, wij kunnen natuurlijk niet zomaar namen en adressen doorgeven. Dus vanuit onze contact kunnen wij in ieder geval contact tussen Yvonne en de mensen die het nodig hebben leggen. Onze jongerenwerkers hebben met veel jongeren ook in Brunsum contact. Dus we gaan uh, zijn dat nu inventariseren welke jongeren uh, vallen onder deze groep en welke jongeren kunnen we blij maken straks met een cadeau. Volgens Yvonne en Ineke gaat het om een grote groep jongeren in Brunsum, waar het maar de vraag is of een kerstcadeau wel zo vanzelfsprekend is. Het is een hele welkome actie. We zien ja, nu al met het speelgoed dat eigenlijk de woensdagmiddagen ook uh, vol zitten met afspraken met mensen om een speelgoed voor hun kinderen te komen uitzoeken. Zeker nu in de tijd van Sinterklaas, maar ook dadelijk voor kerst gaan we nog door. Uh, voor de jongeren, uh, zeker in deze tijd ook. Daarnaast is het voor jongeren een hele moeilijke tijd, ook nu in de coronacrisis. Uh, ook veel jongeren met een bijbaantje, die hun bijbaantje kwijt zijn. Maar ik dacht gewoon, omdat ik dat las, dat diep me zo'n pijn. Ik denk, ik probeer gewoon zoveel mogelijk geld in te zamelen en kijken wat we dan mee kunnen. We willen dus eigenlijk wel een dag of tien van tevoren, willen we dus eigenlijk kijken dat we de cadeautjes bij elkaar krijgen. Hè? Ik ben heel erg te spreken over hoe het verloop is. Uh, onze, we hebben Afgelopen week bekendgemaakt waar het rekeningnummer van CMW in ieder geval bereikbaar is voor mensen die een gift willen storten. Um, dat kan onder de no noemer Kerstactie Jongeren. Um, en we hopen daar straks een mooi bedrag bij elkaar te hebben om toch in ieder geval een groep jongeren heel blij te kunnen maken en uh, zo het extra aandacht te kunnen geven in deze tijd.